Dames en heren, welkom live vanuit de pletterij, woensdag 25 mei. Wij zijn bij nummer 95, denk ik, van de reeks gesprekken met prominente Haarlemmers op de woensdagmiddag. En vanmiddag Falco Bloemendaal, ondernemer en centrummanager. Ja, bij het woord centrummanager denk ik aan iemand die de baas is van ons hele stadscentrum. Leg even uit wat die functie inhoudt. Nou, de functie, ik werk voor de centrummanagementgroep. En de centrummanagementgroep is een publiek-private samenwerking. Ja. Met de ene kant de gemeente en aan de andere zijde Koninklijke Horeca, Vereniging Eigenaren. Ja. De cultuursector, de bewoners die er wonen. Nou, die werken eigenlijk allemaal samen en die hebben een convenant afgesproken. Ja. Alles op het gebied van schoon, heel veilig, duurzaam, bereikbaar. Uh-huh. En ze huren mij in om dat convenant te bewaken. Uh-huh. Voornamelijk op de achtergrond, zeg maar een oliemannetje. Ja. Tegelijkertijd, op het moment een stukje de-escalatie, als een ondernemer er niet uitkomt met, met de gemeente of onderlingen niet uitkomen, vliegen ze mij in als neutraal iemand met lumineuze ideeën. Okay. En dan meestal luisteren ze ook nog, dus dat, nou, dat klinkt dat aan de ene kant. Heel mooi, en sta je op de payroll van de gemeente of sta je op geen enkele payroll? Of, Nee, ik sta op geen enkele payroll, ik word echt ingehuurd door de stichting Centrum Management Groep. Oké, en die krijgt subsidie of die heeft contributies? Ja. En die wordt betaald vanuit de gemeente en vanuit de ondernemers. Oké, dus in zekere zin ben je natuurlijk ook al gefinancierd door de gemeente. Ja, met een omweggetje via die stichting. Ja, maar ook tegelijkertijd door de ondernemers. Maar ook de ondernemers. En dat geeft je nog wel voldoende onafhankelijke positie om die partijen bij elkaar te brengen? Juist op die manier, omdat ze mij beide betalen, sta ik er eigenlijk altijd als zijnde neutraal in. Ja, je wordt niet gezien als verlengstuk van de gemeente of verlengstuk van de ondernemers, maar van beide eigenlijk. Nee. Nee. Okay. En soms ook wel trouwens. Ja. Dat ligt helemaal aan de situatie. Ja. Kijk, voor mij is de economie en de leefbaarheid van de stad het belangrijkst. Uh-huh. Je moet ook goed kunnen wonen, je moet goed kunnen werken, er moet een stukje duurzaamheid zijn. En dat alles bij elkaar zorgt dat wij de stad Haarlem zijn. Ja. Dus het kan zijn dat ik soms de kant kies van de gemeente, omdat zij bepaalde ideeën hebben die voor de stad in zijn geheel beter zijn. Maar het kan ook zijn dat het vanuit de andere kant een benader. Ja. En het soort kwesties waar je mee van doen krijgt, is dat ook een bewoner die in een bovenwoning woont en last heeft van het lawaai van de winkel onder hem? Of is het niet zo banaal en triviaal en praktisch? Nou, in principe zou ik tegen die bewoner willen zeggen, doe een klacht bij handhaving. Ja, ja. Daar is die voor. Het gaat mij echt dan voornamelijk de ondernemers die bijvoorbeeld in de clinch liggen bij de gemeente. Het loopt vast. Dat ik dan eigenlijk probeer te zoeken naar de weg eruit. Dus maar dat het loopt vast met vergunningen of met kwesties? Dat kan zijn of met... ik vind het lastig om een goed voorbeeld te geven zonder namen te noemen. Ja. Maar wat je ziet is het vaak hakken in het zand. Terwijl als beide partijen een klein beetje water in de wijn doen, dan komen ze er wel uit. Uh-huh. Want we willen allemaal goed kunnen ondernemen. We willen allemaal een schone omgeving. Dus die stipjes op de horizon zijn eigenlijk voor iedereen wel gelijk. Ja. Maar gaat het dan ook over de markt en hoe groot en hoeveel lawaai en hoe verplaatsing bij evenementen? Of hou je daar niet mee bezig met dat soort dingen? Nou, meer als adviseur. Dus dat ze me wel... aangezien ik overal wel aan tafel zit, hè, zowel bij de horeca als bij de gemeente, hoor ik veel dingen. Het hoeft niet te zeggen dat ik er meteen iets mee doe, maar op het moment dat ik iets hoor, bijvoorbeeld over evenementen, zijn te groot, wat dan geef ik altijd advies, jongens, let op. Ja. Dit wordt als te groot ervaren. Ja. Wellicht kun je dat aanpassen. Ja. Wat is je grootste succes van de laatste 2 jaar? Je hebt natuurlijk ook veel corona meegemaakt, de lockdowns, varianten daarop, waar je natuurlijk weinig aan kon doen qua nationale regelgeving. Maar heb je wat kunnen betekenen voor mensen deze 2 jaar, zonder namen te noemen per se? Maar... Nou, vooral een luisterend oor zijn. En de laatste 2 jaar natuurlijk corona. Voor heel veel bedrijfstakken ging het ontzettend goed. Maar precies de bedrijfstakken waar ik mee te doen heb, horeca, detailhandel, daar was het echt behoorlijk pittig. Ja. En dan merk je dat een luisterend oor, misschien een advies, dat de laatste 2 jaar wel heel erg belangrijk was. En daarbij was het ook nog eens een keer heel vaak up en down. Hè? Dus van stilstaan tot hard rennen. Ja. Wat de restaurants bijvoorbeeld in 2021 zagen, eerst een paar maanden dicht en vervolgens... Zomer weer open, daarna weer een beetje dicht, toen weer even helemaal dicht. Ja, precies. En 9 uur. En...
Ja. Correct. Ja, en nu zijn ze allemaal weer gestart. Ja. De een is fantastisch de corona uitgekomen. Ja. Hè, de slager kon de biefstukken niet aanslepen. Ja. Maar tegelijkertijd... Anderen weer iets. De nachthoreca hebben bijvoorbeeld helemaal niet geopend gemogen. Ze mogen zijn in 2 jaar tijd. Dus daar zit er nogal wat extreem tussen. Ja. Ja, en personeelstekort, hè? Als groot probleem. Die komt er ook nog eens een keer bij. Ja. En we krijgen zo meteen, je ziet er al een beetje aankomen, de inflatie. Ja. Dus dat maakt het voor aankomende jaren nog wel een uitdaging. Ja. Nou, even over het karakter van Haarlem als stadscentrum. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Zijlstraat, hè? Mm-hmm. 20 jaar geleden was het een straat met toch een fietsenwinkel en allerlei andere... Laat ik maar even zeggen, fout woord misschien, gewone winkels. Nu is het horeca, 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 topmode, topmode, topmode. Is dat erg? Is dat gewoon een natuurlijke ontwikkeling van de markt? Vind je daar iets van? Een centrumgebied is altijd onderhevig aan verandering. Mm-hmm. En dat heeft heel erg te maken met wat de klant of gast wil. Mm-hmm. Dus, je ziet dus dat wij van... dagelijkse boodschappen, de fietswinkel, de groenteboer, gaan zij naar beleven. Ja, experience. Experience. En dan is de combi tussen cultuur, horeca, detailhandel heel erg belangrijk. Dus mensen gaan de stad in om de hele dag iets te beleven. Daarom zie je ook steeds meer terrassen. Ja. Daarom zie je daar vaker lunchrooms en dergelijke. Maar dat is iets heel normaals. Want als jij het hebt over 100 jaar geleden, dan waren er helemaal geen restaurants. Nee. En was er een paardenslager en een hoefsmid. Een groenteboer en een melkwinkel. Dus dat gebeurt altijd. Ah. Wat ik nu wel zie, is dat we wel in de vooravond zijn van een grote verandering. Namelijk van nou, wat je ziet is dat, als ik nu naar de stad kijk, en dat is op dit moment, dan hebben we een hele lage leegstand. Dat heeft te maken met de ondersteuning vanuit de overheid. Uh-huh. Je ziet... bewegingen van periferiebedrijven. Hè? Met Pasen gingen we allemaal naar de auto showroom, maar dat doen mensen niet meer. Nee. Dus die zoeken nu plekjes in de binnenstad om toch te laten zien wat ze hebben. Je ziet zaken zoals de Deka-tuin, dan noem ik toch een naam. Ja, mag toch. Ze zijn allemaal even maar die dan wel een dependance in de binnenstad gaan zien. En de IKEA gaat naar de binnenstad, las ik. Misschien nog niet direct in Haarlem, maar in Amsterdam is de eerste vestiging in de binnenstad. Ja, dat is een van de... Ja. Maar zo zul je waarschijnlijk ook een Gamma binnenstad krijgen en een karwei en een tuincentrum. Leuk. Dat zijn de periferie, maar dat is een ontwikkeling. En tegelijkertijd zie je een ontwikkeling bij het groot winkelbedrijf, dat die een kleine terugtrekkende beweging maakt in plaats van 2 winkels, 1 winkel. Uh-huh. Je ziet internetbedrijven die eerst op internet begonnen zijn, nu toch ook weer een showroom-achtige constructie willen hebben in zo'n binnenstad. Ja. Dus de fysieke winkel heeft nog wel toekomst, denk je? Jazeker. Ja. Maar dan, fysieke winkel, moet je het dan winkel noemen? In een winkel ga je heen, koop je iets. Maar het kan ook meer in de richting van een showroom-achtig iets zijn. Ja. Dat je, misschien loop je wel naar binnen en zeg je... Nou, ik vind, en heb je 10 broeken en 10 kleuren en 10 maten. En die bestel ik online, maar ik heb ze wel gezien. Ik heb ze gelopen, je voelt ik heb ze besnuffeld. Ik heb ze aangeraakt. Dat de verkoper zegt... Nou, vanavond om 7 uur bent u dan thuis? Ja, en dan ben ik thuis. Nou, dan wordt het netjes gebracht. Zoiets. Ja. Wat zijn de grootste disputen in die binnenstad? Waar gaat het om ruimte? Gaat het om... autoverkeer, parkeren... Disputen, wat zijn de ruimte. Conflicten? Ruimte, ja. Definitief ruimte. Ja, ruimte is schaars, dus keuzes maken. Ja, wie krijgt die ruimte? Mm-hmm. Krijg je ruimte voor het terras, voor de fiets, voor de auto, voor de wandelaar? Welke keuzes ga je maken? Conflicterende ruimteclaims heet dat natuurlijk in het jargon. Ja, dat is wel het belangrijkste. Ja. En wat zijn daar de trends, denk je? We kunnen natuurlijk, in Amsterdam zie je al dat mensen 8 fietsen naast elkaar en shared spaces met ongelukken en al dat soort dingen. Gaan wij Amsterdam achterna of blijft het hier overzichtelijk? Je moet Haarlem niet willen vergelijken met Amsterdam. Nee. Amsterdam is een metropool en Haarlem is dat niet. Nee. Wij zijn een provinciehoofdstad. Een keurige provinciehoofdstad. En je ziet dat ook in de coronatijd toen de winkels dicht waren. En toen mochten we daarna weer open, hadden we geen toeristen. En dan zie je dat Haarlem zich vooral richt op zijn eigen achterland. Zeg even de regio en de stad. Ja. Kennemerland. Kennemerland. Nou, maar er is toch bijna 350.000 inwoners in dat stuk. Ja. En die zie je eigenlijk wel meteen terugkomen. Dus dat is ons verzorgingsgebied.
We zijn een stad, tegelijkertijd een dorp. We herkennen dat allemaal, ze doorheen lopen. Dus ja, die richting. Ja. En wat ontbreekt er nog in het centrum? Wat zou je anders willen? Je moet ik nu voorzichtig zijn, want je representeert ook allemaal verschillende belangen. Maar heb je iets waar je denkt, nou, dat zou ik toch wel in de komende jaren een beetje anders willen? Of daar hoop ik op? Of? Nou, ik hoop dat we een goede balans houden. En balans is, de stad is er om te beleven, om te ervaren. Het is de cultuursector zit daarin, maar ook om te winkelen, te shoppen. En ook om te wonen. Ja. We merken nu dat met name bijvoorbeeld de transitie van auto naar fiets. We hadden net al over de achterban qua regio. Je vroeg al over fiets, hoe zit dat? De gemeente is inderdaad bezig om dat te tackelen, dat probleem. Ja. En wat ik hoop is dat fietsenstallingen meer richting servicecenters gaan. Dat er een toiletje komt. Je stomerijspullen bij wijze van spreken kan afgeven. Bij wijze van. En dat daar meer gebruik van wordt. Dat het ook meer sociale hubs worden weer. Ja. Waar dan vervolgens het bedrijfsleven weer ook weer wat aan heeft. Dus dat is mijn grote hoop. Dat de verrommeling die je nu ziet met fietsen op bepaalde plekken. Ja. We kennen het allemaal wel rond het V&D-gebouw. Ja. Nou, dat daar in ieder geval genoeg wordt gefaciliteerd. Zijn er buitenlandse steden die je als referentiemodel zou willen gebruiken voor Haarlem? Dat je ergens op reis bent geweest, dat je denkt, nou, dat zag er fantastisch uit qua binnenstad. Nou, buitenlandse steden vind ik lastig, want elk land heeft zijn eigen... Nederlandse steden heb ik wel een goed voorbeeld van, maar buitenlandse steden hebben vaak een hele andere manier van omgaan. Wij zijn redelijk fijnmazig, hè? In onze supermarkt kun je 20 om de hoek, de buurtsuper, kun je gewoon 10 soorten rijst krijgen. Nou, dat zie je in het buitenland wat anders, wat minder, dan zie je veel meer shoppingmalls, en dat kennen wij eigenlijk niet. Als ik Haarlem moet vergelijken met een stad, dan is dat Breda. Breda. We hebben een koepel. En in Breda loopt de A, de Brede A. Bier. Ze hebben vast biertjes. Horeca is daar goed geüteerd. Een koepelgevangenis, zoals wij die ook hebben. Dus ook geen universiteitsstad. Dus qua grootte, qua achterval, is dat redelijk vergelijkbaar. Dus dat is... En sommige dingen doen ze hartstikke goed. En sommige dingen doen wij hartstikke goed. Ja, volgens mij gaat het per saldo met Haarlem dat is weer iets beter dan met Breda. Ook qua veiligheid en dat soort dingen. Maar goed, laten we daar maar niet te veel... Ik weet niet of Breda, mensen Breda hier naar kijken, maar Haarlem staat natuurlijk... Nee, anders wordt Paul op Laanboos. Dat moeten we maar niet doen. Nee. Hey, op jouw website staat een hele intrigerende zin. Ik geloof dat ik hem wel begrijp, maar voor de vele kijkers... heb je het op je website over nieuwe ontwikkelingen, zoals blurring, gebruik van big data... en het verschuiven van multi naar omni-functies. Ja. Kun je dat in Jippe-Janneke taal uitleggen? Ja, blurring is niks anders dan dat je één winkelruimte gebruikt... en dat je daar verschillende dingen doet. Met andere woorden, je koopt een broek, maar je kan ook een kopje koffie doen. Je gaat naar de kapper en je krijgt een biertje. Of koopt een biertje. Nou, of maar dat is wel heel specifiek. Is dat weer gevaarlijk? Of, ja, dan zit je op het niveau alcohol. Maar stel je voor, je zit bij de kapper je wacht daar even en je krijgt een kopje koffie. Dat is een vorm van blurring. In de boekwinkel waar je nu al bij de goede boekhandel krijg je al... Heb je een automaat voor espresso en zo? Ja. Nou, in Haarlem mag 30% van het winkeloppervlak mag ondersteunende horeca zijn. Bij de Vries kun je gewoon koffie trekken. Ja. Maar dat kan. Dat is blurren? Ja, daar zit je aan blurren. Nou, en als je het hebt over multichanneling, omnichanneling... Ja, channels was het. Multichannel, omnichannel. Een winkel bijvoorbeeld is een kanaal. Facebook is een kanaal. Webshops... Ja. De diverse, er zijn er wel 20 of 30, dat zijn ook kanalen. Ja. Met je auto naar de klant toe gaan is een kanaal. Ja. Dat is multichanneling. Ja. Je hebt verschillende kanalen. Ja. Omnichanneling richt zich op, ik weet dat jij een man bent. En ik weet dat jij al eerder een sigaartje hebt gekocht. Ja. En ik heb bijvoorbeeld iets wat nieuw is... Een sigaartje met een kleurtje. Ja. Persoonlijke service. En dan ga ik heel specifiek, ga ik jou... Profiel. Ik ga jou geen lipstick verkopen. Omdat ik weet dat je dat nooit hebt gekocht, maar wel dat sigaartje in die blauwe kleur. Fantastisch, moet je eens een keer proberen. Ja. En dan gebruik je dus die verschillende kanalen om toegepast producten aan jou te laten zien waarvan ik denk dat jij kan gebruiken. Ja. Google doet niet anders. Nee. Dus dat is eigenlijk zo moet je... Algoritmes, consumentenprofiel. Ja.
Dus je hebt mono-channeling, dat is alleen je winkel. Je hebt multi-channeling, waar je allerlei soorten kanalen hebt waar jij die spijkerbroek kan verkopen. En omni-channeling is dat ik weet dat jij altijd een blauwe spijkerbroek koopt. Ik zeg, nou, dan heeft het niet zoveel zin om jou een paarse spijkerbroek voor te schrijven. En de privacybescherming is wel gegarandeerd bij dit proces? Of ja, jij geeft zelf vaak toestemming, hè? Om, denk maar aan een website waar je opkomt. Vind je het goed dat we de cookies bewaren? Ja, veel mensen slaan dat over, maar ze zijn wel in staat om eventueel nee te zeggen. Ja. Ja, en je hebt het recht om vergeten te worden. Ja, zeker. Nou, zie je in bepaalde landen, Amerika bijvoorbeeld, gaat al heel ver met dat blurren. En je hebt in Washington heb je een boekenwinkel op de Bull Circle, Kramer, waar je boeken kan kopen, inkijken, ook koffie. Maar je kan er ook 's avonds eten, er zijn concerten. Nou, daar moet het pand zich natuurlijk allemaal wel voor lenen. Ja. Dat je al die functies onder één dak hebt. Zie je in Nederland ook nog, denk je, dat dit soort dingen er ook in Nederland gaan komen? Dat je bij Boekhandel de Vries, ik zie niet goed waar je nu moet eten hoor. Maar, ja, ik vind hem lastig. Je zag het natuurlijk wel bij andere concepten waar ze maar grote vierkante meters zijn, waarbij delen worden ingericht. Hè, zoals de oude V&D had dat met een... Of dat gemeente echt gaat aanstaan, weet ik niet. Het heeft te maken met de Nederlandse wetgeving. Ja, die is natuurlijk strikter dan gelijk in Amerika, waar alles veel liberaler is. Het maakt de wetgeving in Nederland maakt het wel heel moeilijk. Kijk, als het aan mij zou liggen, zou ik zeggen, nou, we maken een ladder. Ja. Ga jij schoenen verkopen, heb je een balie, een deur en een dak boven je hoofd nodig. En wellicht is een kassa ook handig. Ja. Maar op het moment dat jij een broodje zalm gaat verkopen, dan zul je een koelkast moeten hebben. En zul je de controles op temperatuur moeten uitvoeren. En zo heb je allerlei stapjes. Dat zou het mooiste zijn. Maar goed, in Nederland hebben we ervoor gekozen om bepaalde producten uit elkaar te halen, zoals alcohol, zoals voedsel, hè, viswaren, vleeswaren en dergelijke. Ja. En die hebben allemaal een andere set regels. Het wordt ook extreem beschermd, maar met goede argumenten in Nederland. Hè. Natuurlijk controle op alles en nog wat. En dat maakt het Nederland wat statischer, hè, waarschijnlijk vergeleken met de... Ja, maar wellicht ook veiliger. En misschien ook weer veiliger, ja. Ben je bezorgd over het centrum van Haarlem of ben je optimistisch? Of hoe zijn we uit deze twee coronajaren gekomen? Of is dat... Ja, je moet eigenlijk op dit moment een onderscheid maken tussen hoe gaat het met bedrijven. Kijk, als er nu een café te koop staat, dan staat de volgende alweer klaar om erin te stappen. Dus qua vulling van de binnenstad hebben we nog nooit zo'n lage leegstand gehad. Nee. En misschien een licht gechargeerd, maar we zitten rond de 4%. En aan de andere kant heb je ondernemers die het zwaar hebben. Die hebben afgelopen twee jaar, althans als ze in de sectoren horeca en detailhandel zaten, vaak hun oorlogskas opgebrand, hun pensioenfondsen, pensioenvoorziening opgemaakt. Ja. Dus die hebben het zwaar. Als ik ze nu kijk naar de korte termijn toekomst, staan we er nu heel goed voor. Echter, de verwachting is, zoals je het van anderen begrijpt, is dat zometeen de terugbetalingen komen. Dat er dus veel bedrijven alsnog gaan omvallen. Ja, dat moet nog teruggegeven worden van de coronasteun. Ja, precies die. Ja. Er is een behoorlijke inflatie. Er is een zwaar tekort aan personeel. Ja. En dat alles maakt ook dat voor de ondernemer het pittig is. Hè? Want je hebt twee jaar lang heb je hoofd vol gehad van, kan ik iedereen wel betalen en mijn personeel? En nu is het, hoe kan ik mijn centjes verdienen? Hoe krijg ik mijn personeel op rit? En alles. Dus ik verwacht wel wat burn-out deze zomer. En als die oorlog in Oekraïne nog veel langer gaat duren. En dat zou zomaar kunnen. En waar gaat die burn-out zich vooral voltrekken? In de horeca, in kleding? Heb je daar enig idee van? Of? Nou, als je het centrum gaat opknippen, dan heb je, de horeca, hotel, restaurant, café. En je hebt de detailhandel. En detailhandel kun je weer opknippen tussen schoenen en kleding en de rest. Ja. Nou, schoenen en kleding hebben het echt zwaar gehad. En de rest... Ja. Eigenlijk relatief goed. Bedrijven die met inrichting te maken hebben gehad. Ja. Bedrijven veel verkocht. Ja, ja dat is goed gegaan. En de kleding en schoenen, die hebben er wat last gehad. Is veel online gegaan. Dus de partijen die online zijn gegaan, die hebben de schade nog redelijk kunnen beperken. Nou, en voor de horeca geldt, de hotels, zwaar. Hadden vaak wel wat meer buffers. Maar daar zie je nu dat de leisure betekent vrije tijd, dat is hersteld. Dus op de donderdag, vrijdag, zaterdag is het al vol. Maar zakelijk is het natuurlijk maar... Ja, dat duurt even. Ja, mensen werken nu veel meer thuis. Binnen gereisd. Congressen, voordat je dat weer op een running hebt, ben je weer anderhalf jaar verder.
Als het al terugkomt op het oude niveau. Dus, ja. Nou, exact. Dus ja. daar zie je wel dat daar nog wat, ja. wat schuurt. Kijk, restaurants, dat varieert heel erg per bedrijf. Het ene bedrijf heeft in het moment dat ze open konden het fantastisch gedaan. Ja. En hebben daarnaast in de tijden dat ze gesloten moeten zijn heel veel gedaan op bezorgen. Ja, heel creatief soms. Ja. Cafés hebben het wat pittiger gehad, hè, want die hebben vaak geen terras. Konden morgen moeilijk mensen binnen hebben. Dus die hebben het heel pittig gehad. En de nachthoreca, dat is helemaal drama, want ik ben 2 jaar dicht geweest. Ja. Er zijn mensen die zeggen, ja, in Haarlem is veel te veel horeca. Dat moet maar stoppen en overal die horeca. Ben jij van die school of denk je, de markt doet wat ze kan en moet? En... Nou, je moet de markt een beetje dempen. Mm-hmm. Er zijn in Haarlem, kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld ziet dat er ruimte is voor lunchrooms... Mm-hmm. en je had er bijvoorbeeld 2, maar er is wel ruimte voor 10... dan is het niet handig om er 20 te hebben. Nee. Dus dat bedoel ik met dempen. Dus als daar vraag naar is, mag je dat best wel doen... maar dat mag best wel een rem op zitten. Kijk, op dit moment hebben we heel veel... voor dit moment veel hotelbedden. Ja. Die zijn er voldoende. Dan is het niet handig om daar ineens 4, 5 grote hotels... met 500 bedden bij te zetten. Nee, dus dan ben ik wel van mening, dan moet je dat remmen. En welke instrumenten heeft de overheid om dat te remmen? Bestemmingsplannen, vergunningen, noem maar op. Ik denk dat het bestemmingsplan wel belangrijk is. Ja. De omgevingsvergunning wordt dat straks. Ja. Maar ook het faciliteren. Hè. Je kunt een bepaalde straat kun je afwaarderen, een bepaalde straat kun je faciliteren. Dus daar heb je ook een middel in. Hè. De Barrevoetenstraat wordt straks, die krijgt een ander straatprofiel. Mm-hmm. En waarom? Omdat daar steeds meer winkels zijn gekomen. En het straatprofiel zoals die nu is, past niet meer bij het huidige gebruik. Dus dan gaan ze die aanpassen, maar dan faciliteer je ook. Ja. Ja. Verwacht je ook de komende jaren veel meer toeristen? Of denk je dat er een soort iets lager niveau van toeristen zal ontstaan na corona? Vergeleken met voor corona? Dan vraag je mij een inschattingsvraag. Kijk, wat ik nu zie... En ik ben van de week nog even naar Amsterdam geweest. Eventjes, gewoon is huge. Dat is onvoorstelbaar. Ja. En dan snuif je dat op. Dan ga ik even een kopje koffie doen. Even richting de Dam en weer terug. En dan zie je dat het wel helemaal weer terug is. Het is echt, echt groot. Ja, ik heb het een paar keer gezien. Het is echt... Alleen, wij moeten ons in Haarlem niet gek laten maken. Want heel eerlijk, als ik kijk naar de coronacijfers en de bezettingscijfers zoals wij die hebben gehad gedurende de corona, dan zie je dat ongeveer 90% gewoon ons eigen achterland is. Mm-hmm. Ik krijg staatjes te zien van de bezettingscijfer van het grote winkelbedrijf. Dan zie je qua herstel Almere bovenaan staan, hè, van de 13 grote winkelsteden. En Amsterdam onderaan. Mm-hmm. Nou, daar kun je een deductie uitmaken dat Amsterdam voor 40% moet hebben van toeristen. En Almere 0. Ja. En wij staan op plekje 5 in dat lijstje. Nou, dat is een mooie, rustige plek eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja, van allebei wat. Ja. En terugkomend op je vraag, zal het toerisme zich herstellen? Ja. Maar dan ook het binnenlands toerisme, wat natuurlijk ook een hele aangename vorm is van toerisme, meestal. Meestal, ja. Niet te veel mensen uit Breda met een heel grapje. Maar, maar dat hangt een beetje samen met hoeveel hotels je gaat faciliteren. En je hebt de verschil. Of is het in Haarlem qua bezoek, is dat veelal met het openbaar vervoer en regio. Dus je ziet mensen Amsterdam hun eigen stad niet leuk vinden en met de vriendinnen of vrienden naar Haarlem gaan, een kopje koffie doen. Dat krijg je, hè? Ja. En dat is in Haarlem nog lang niet zo ver. Je ziet wel soms mensenmassa's op zaterdag van het station naar de binnenstad lopen. Maar... Kijk, zaterdag is een hele drukke dag. Dat zou je bijvoorbeeld wat kunnen dempen. Mm-hmm. En de dagen waar je juist meer wil hebben, de maandag, dinsdag, woensdag, die wil je iets omhoog halen. Hoe doe je dat? Extra aantrekkelijke aanbiedingen, bijvoorbeeld, marketing? De hoteliers hebben nu een midweek arrangement. Dan betaal je 2 dagen en je mag 3 dagen blijven. Nou, op zo'n manier probeer je mensen door de week die stad in te krijgen. Want daar zit de ruimte. Je moet, denk ik, op een zaterdag dat die nog drukker willen maken. Ja. Hey, en Haarlem branding, is dat goed zoals het nu is? Of moet er weer een nieuwe campagne? En wat is dan de slogan? Ik ben geen marketing specialist. Ik werk heel graag samen met Haarlem Marketing. Mm-hmm. En zij geven de richting aan samen met de gemeente. Van oké, we gaan die kant op. En ik ondersteun dat. Ik vind wel dat we weer een beetje terug kunnen pakken naar ons eigen verleden. Mm-hmm. Haarlem als bloemenstad. Dat is op een gegeven moment een tijdje verlogend geweest. Ja, en ik zou het wel mooi vinden als wij onze stad weer kunnen aankleden met groen. Maar het liefst groen met bloemen. Dus verticaal groen, langs regenpijpen. Cederplantjes op het dak. Op de daken.
in de grote houtstraat staan wat plantenbakken. Nou, dan kun je wat vinden van de plantenbakken, maar er staan in ieder geval planten in. Ja. Hè? De een vindt het mooi, van de ander niet. Ik heb er zelf geen mening over, maar de bankjes die erop zitten worden goed gebruikt. Ja. Dat is wat makkelijker dan bijvoorbeeld een boomplant. Hè? In Haarlem is de ondergrond is een snelweg. Nou, één boom is 20.000 euro. Nou, dat willen we niet. Groen, of meer groen, maar dan klein groen. Ja, als je bijvoorbeeld een regenpijp mooi laat groeien door een blauwe regen, is dat fantastisch om te zien. Ja. Maar als je er even bij moet, dan is het heel makkelijk om zo'n plantje even de grond uit te trekken en een nieuwe te plaatsen en dan een complete boom. Ja, dat is waar. Je bent zelf, geloof ik, ook een multi-kunstenaar, ondernemer. Ik lees iets over bijen. Je bent groot bijenhouder. Groot bijenhouder? Nou, groot bijenhouder, dat begint met 100 volken. Ik heb ergens tussen de 8 en 10 volken. Nou, dan ben je nog een junior bijenhouder. Junior bijenhouder, ja. Dat doe je een waardebol. En dat doe je omdat bijen goed zijn voor ons allemaal en voor het milieu. En voor mij is de metafoor hoe we omgaan met onze omgeving. De bijen is het enige landbouwinsectje wat wij kennen. En op het moment dat het daar slecht mee gaat, een bij die geven vervoer als ze honger hebben, als ze ziek zijn, krijgen ze medicijnen. Krijgen een mooi huisje van mij. Dus als het daar slecht mee gaat, voor de beeldvorming, 100 jaar geleden en nu, is die stand met 50% afgenomen. Ja. Nou, de laatste jaren groeit dat weer iets, met name in binnensteden. Nou, er is een discussie over verdringing. Ja. Heel eerlijk, hoe ik daarin sta, is op dit moment gaat het ietsje beter in de binnensteden. En dat zie je ook in de soorten diversiteit. Als je naar de plaatjes kijkt, zie je naar de natuurgebieden, zie je de steden als... Qua diversiteit. Ja, en als je naar landbouwgebieden kijkt, zoals in Groningen, Friesland en dergelijke, zie je dat zwaar afneemt. Loopt terug. Ja, dus dat zegt iets over hoe we bezig zijn. Ja. Mijn oproep is niet zozeer om meer bijen neer te zetten, maar meer eten. Dus meer bloemen. En van bloemen worden we allemaal blij. Ik vind de Waardepolder, onze eigen Waardepolder, een fantastisch voorbeeld hoe je dat zou moeten doen. Ja. Je ziet daar... Je ziet daar kruispunten worden netjes uitgemaaid, maar dat is logisch, dat is voor de veiligheid. Ja, maar de rest van de bermen, daar wachten ze gewoon tot het eind van het jaar mee. Ja. Er staat vol met bloemen. Nou, niet snoeien, niet kappen, laat 1000 bloemen bloeien, wilde vegetatie. En als je dat doet, en de volgende stap is dat de boeren wat net even wat meer centjes krijgen. Dat ze in plaats van dat Engelse rijgras, dat groene, hè, woestijnen noemen ze dat. Dat je daar gewoon, dat die weer mooie roze kleuren van de pinksterbloem en geel van de paardenbloem en de boterbloemetjes. De rood van de klaprozen deze weken. Fantastisch gezicht natuurlijk. Ja, maar als die bloeien en je snijdt het af, dan is dat... En we merken het om ons heen, het gaat echt heel slecht. Als je kijkt naar een gemiddelde lantaarnpaal, waar ik me nog goed kan herinneren, en ik denk jij ook wel, dat enorm veel nachtvlinders, noem maar altijd om. Ja, dat valt er alles omheen en nu is dat een stuk minder. Maar met de bijen gaat het wel goed. Is gestabiliseerd. Gestabiliseerd, want ik zag ook, dit weekend was ik in Veenhuizen, daar zag ik een mooi opschrift op een huis, bijen is leven. Dus dat is natuurlijk ook wel... Dat heeft Einstein nooit gezegd, hè? Als de bijen uitsterven, dan volgt de mensheid snel erachter. En tenslotte, maak jij ook nog kaarten en gedichten, of vergis ik me daarin? Ja, ik doe dat in mijn vrije tijd, schilder ik een klein beetje. Ik mag graag vogels schilderen. En, wat leuk. Ja. Ze zijn te koop, dus je... Mooi, nou, dames en heren, koopt u de prachtige schilderijen van Falco Mendel. Ja hoor, dan heb je het echt aan de muur. Ja. Maar je bent dus echt een multimens. Niet een omnimens, maar een multimens. Je bent kunst, je bent ondernemer, je bent... Ik mag wel graag met dingen bezighouden die mij blij maken. Ja. En hoe kom je daar zo op? Hoe ben je zo geworden? Even in een paar woorden. Ik vind heel veel dingen interessant. Mm-hmm. En dat maakt het dat ik ook makkelijker kan inleven. En, voor mijn werk is dat ook sowieso makkelijk. Ja. Ik heb geen kinderen. Dus dat betekent dat je ik hebt ook... tijd. Ik heb tijd. Ja, en je hebt energie en ambitie. Zo is het. En ben je, hoeveel uur per week spendeer je aan het centrummanagerschap? Is dat een paar uur per week? Of nou, officieel word ik voor 31 uur betaald. Maar je doet 48 uur. Nou, ik ben 7 dagen in de week, ben ik er. Ja. En de ene dag werk ik een keer 5 uurtjes en de andere dag ben ik van 's ochtends 7 tot 7 bezig. Ja. En je loopt ook rond en mensen schieten je aan, mensen kennen je. Bellen me de hele dag. Bellen je de hele dag. Ja, ik neem alleen telefoon niet op tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends. Want dan calamiteiten, maar je bent goed bereikbaar en goed vindbaar. Dat is mooi. Dat is belangrijk. Ja. Wat is je belangrijkste wens, laatste vraag, voor de komende maanden? Wat wens je ons en wat wens je Haarlem toe? Ik hoop dat de ondernemers die nu in de binnenstad het nog heel zwaar hebben... Uh-huh. Mede dankzij corona en alles wat er nu speelt...
dat die op een goede manier de zomer doorkomen. Mm-hmm. En dat die een goede boterham kunnen verdienen. Ja. En, ik denk dat dat even het belangrijkste is. En ja. Daardoor denk ik dat we een mooie binnenstad houden. Dus een beetje aardig weer, mensen die wat willen kopen, inflatie niet te hoog, rente niet meteen omhoog, einde aan de oorlog. Dat zijn allemaal dingen die ik iedereen toewens. Oorlog sowieso, hè? Dat is ja, altijd laten we daar dan vooral op hopen, het einde van die vreselijke oorlog in Oekraïne. Ja. Dankjewel, Valko Bloemendaal, onze altijd optimistische en energieke centrummanager van de mooie stad Haarlem. Dank u wel. Bedankt. En tot volgende week. Nou.